Voorzitter, ook namens mijn fractie allereerst alle beste wensen voor collega Omtzigt en de gelukwensen voor collega Van Vroonhoven, die vandaag ook meteen aan de bak mag. Voorzitter, wat was het spannend deze zomer. Met dik 30 graden, de gordijnen dicht en een koud biertje in de hand zaten miljoenen Nederlanders voor de buis. En de koning benoemde het gisteren ook in de troonrede. We juichten voor elk doelpunt, voor iedere historische medaille, voor telkens weer die rood-wit-blauwe vlag. Dat deden we tijdens het EK voetbal, bij de Olympische Spelen en bij de Paralympics. En je hoeft geen fan van de snollebolletjes te zijn om te zien dat iedereen van links naar rechts van deze sportzomer genoten heeft. Zo was de minister-president bij de legendarische marathon van Sifan Hassan. Keek mevrouw Jezielkes met haar hond Moos op de bank naar de Olympische Spelen en de heer Dijk beleefde de sporthoogpunten met vrienden in de kroeg. En ikzelf moet eerlijk bekennen dat het toch wel fijn was dat die hockeyfinale Nederland-Argentinië er niet van is gekomen. En ik heb zo mijn vermoedens dat er op het paleis ook zo over wordt gedacht. Maar voorzitter, wat maakt ons nou zo trots op Oranje? Het antwoord, dat is simpel. Zodra sporters hun tenues aantrekken en het veld betreden, hebben ze allemaal hetzelfde doel voor ogen. En dat is op het allerhoogste niveau niet anders dan bij de amateurs, zoals ik zelf heb ervaren bij de voetbalclub in Uden. Je trekt allemaal hetzelfde shirt aan. Je wordt samen één en je gaat voor elkaar door het vuur. En dat clubgevoel, dat is bijzonder. Want Nederlanders zijn niet alleen fan van Oranje, wij maken Oranje. En dat doen we als sporter, als vrijwilliger, als trotse ouder langs de lijn. Met de sportkantine als dé plek waar de kloof tussen mensen in onze samenleving niet bestaat. De sportkantine als de plek waar de directeur van een groot bedrijf aan de bar zit met de elektromonteur. En dat is uiteindelijk Nederland op zijn best. Een land van saamhorigheid en samenwerking. Omdat er meer is dat ons Nederlanders verbindt dan wat ons verdeelt. En voorzitter, in dat Nederland zijn we ook bereid om over onze eigen schaduw heen te stappen en de ander te prijzen voor een moedige daad. En dat geldt ook hier in de politiek. Zo is het bijvoorbeeld goed dat dit kabinet doorgaat met de gratis schoolmaaltijden. Want op een lege maag kun je niet leren. En het is ook dapper dat dit kabinet de grote problemen in de landbouw onder ogen ziet. In het belang van de natuur, de boeren en de woningbouw. En ik bewonder dat BBB-minister Wiersma bereid is om op deze manier voor ons land door het vuur te gaan, ook al doet dat even zeer. En nog voor de Olympische Spelen gingen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie al op hun derde werkdag naar Oekraïne. De minister-president volgde snel en zelfs de heer Wilders schudde de hand van president Zelensky. En dat is een belangrijk signaal, want nog steeds zaaien de troepen van Poetin dood en verderf. Dus laten we als Europa Oekraïne blijven steunen, ook als het moeilijk wordt, ook als daar moed voor nodig is. Want juist dan verwacht ik van dit kabinet verstandige oplossingen. Niet door ons terug te trekken uit Europa, maar juist door meer samen te werken. Zodat Europa sterk staat tegen autoritaire leiders zoals in China en Rusland. Om in een sterk Europa onze veiligheid en welvaart te beschermen. En dat doe je niet door achterloos het budget voor ontwikkelingssamenwerking weg te snijden, maar door ook of juist in het Nederlands belang verantwoordelijkheid te blijven nemen in die internationale context. En ik verwacht dan ook moed en daadkracht van dit kabinet om het juiste te doen. Ook als het gaat om de situatie in de wereld. En het kan niet zo zijn dat het kabinet stil blijft bij nieuwe dodelijke aanvallen op onschuldige Palestijnen in Gaza of de westelijke Jordaanoever. Alle diplomatieke kracht is nodig voor een onmiddellijk staakt het vuren in het Midden-Oosten. Als de minister voor Buitenlandse Zaken zich daarvoor inzet, dan kan hij op onze steun rekenen. Voorzitter, regeren is vooruitzien en dat vraagt om een visie. Waar wil deze coalitie met ons land naartoe? En voor mijn partij is dat heel helder. D66 wil een land waarin je de vrijheid hebt om over je eigen lichaam en gezondheid te kunnen beslissen. Een land waarin het niet uitmaakt wie je lief hebt. Waarin de overheid je de vrijheid en de instrumenten geeft om alles uit je talenten te halen en je dromen na te jagen. En juist om dit waar te maken moeten we nu daadkracht tonen.
Een oud gezegde luidt: in een goede samenleving planten ouderen de bomen waaronder zij zelf nooit in de schaduw zullen zitten, zodat onze kinderen het beter hebben dan wij. En daarom vraag ik aan de minister-president: toont dit regeerprogramma volgens hem visie? En waaruit blijkt dat? En dan heb ik het niet over wat draaien aan accijnspercentages of een nieuwe fossiele subsidie. Nee, waar neemt dit kabinet dit land nou mee naartoe? Kan de minister-president daar morgen uitgebreid op ingaan? Want voorzitter, als ik het regeerprogramma lees, dan zie ik het niet. Ik zie een focus op het hier en nu, zonder oplossingen die ons land verder brengen. De rekening volgt later. De minister-president zei in zijn persconferentie dat dit kabinet oog heeft voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar wat zegt dit kabinet dan tegen ouders als hun kinderen niet meer goed kunnen lezen en schrijven en ook nog met een langstudeerboete worden gestraft door de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw? Wat zegt dit kabinet tegen innoverende ondernemers en bedrijven die ons geld nu en in de toekomst willen verdienen als het kabinet snijdt in klimaatsteun en de hakbel zet in het Groeifonds en het Wetenschapsfonds? Wat zegt dit kabinet tegen patiënten die straks ietsje minder betalen voor het eigen risico, maar daardoor hun zorgpremie flink zien stijgen en de wachtlijsten eindeloos toenemen door een tekort aan personeel? Dat is toch kortzichtig. En wat zegt dit kabinet tegen mensen die aan de kassa van het museum, van de sportschool, van Soldaat van Oranje ineens meer moeten betalen? Dankzij een boete op boeken, op sport, concerten, festivals, voorstellingen en zelfs een boete op journalistiek. Kortom, een boete op alles dat het leven kleur geeft. En ik zei net al, niemand in Nederland heeft voor deze btw-verhoging gekozen. En daarom zeg ik, doe het niet. Voorzitter, welke opstelling kunt u de komende periode van ons verwachten? Het is eigenlijk heel erg simpel. Voor D66 als middenpartij geldt dat goede voorstellen een goed onthaal zullen krijgen. Maar laat ik ook helder zijn dat slechte plannen door ons zullen worden bestreden. We zullen met alternatieve plannen komen waar mensen echt wat aan hebben. Plannen die we ook degelijk zullen financieren. Zo draait D66 die btw-verhoging op sport, cultuur, boeken en kranten terug. Wij investeren wel in onderwijs en wetenschap en daarmee in de toekomst van onze kinderen en ons land. We voeren een belastingkorting in voor mensen die hard werken, zodat het loont om 3 dagen of meer te werken en je talenten in te zetten voor de samenleving. En dat is juist nu noodzakelijk. Nu de personeelstekorten zich opstapelen, kunnen we daar geen dag langer mee wachten. En voorzitter, er zijn ook punten waar wij als D66 geen millimeter zullen wijken. We staan pal voor onze democratische rechtsstaat. En we zullen ons altijd blijven verzetten tegen een politiek van verdeling en polarisatie. D66 zal oppositie voeren voor goed onderwijs, oppositie voeren voor het klimaat en oppositie voeren voor gezondheid op 1. Zo bieden we Nederland een redelijk alternatief. Voorzitter, veel Nederlanders willen meer grip op asiel en migratie. Kijk naar het overvolle Ter Apel. Daar dreigen mensen iedere nacht weer in het gras te moeten slapen omdat we de boel niet op orde hebben. En tegelijkertijd maken lokale ondernemers en inwoners zich zorgen om onveiligheid op straat. Of denk aan mensen in hun wijk die overlast hebben door hoe we hier in dit land met arbeidsmigranten omgaan. Denk aan nieuwkomers die graag hun talenten voor Nederland inzetten, maar nu op de bank zitten omdat we ze geen taalles geven en ze niet aan het werk mogen. Ik snap dat mensen daar helemaal klaar mee zijn. Maar in plaats van die problemen op te lossen, gaat de coalitie rollenbollend over straat. En daarbovenop dreigt het kabinet de volksvertegenwoordiging buitenspel te zetten door te gaan regeren per decreet. En dit is de eerste echte test voor de beloftes van deze coalitie. De eerste test voor de beloftes over rechtsstaat en goed bestuur. En tegen iedere volksvertegenwoordiger in deze zaal, van links tot rechts, zeg ik, trap niet in deze val. In de val dat we beter af zijn als u monddood wordt gemaakt als Kamerlid voor de mensen in dit land. Onze democratische rechtsstaat is geen obstakel. Onze democratie is een schild tegen machtsmisbruik
en het beschermt onze vrijheden. En het bewaken van deze erfenis is dus een grote verantwoordelijkheid voor ons alle 150. Een verantwoordelijkheid die rust eigenlijk niet alleen op ieder van ons, maar ook op iedereen in vak K. Op alle Kamerleden en kabinetsleden die trouw hebben gezworen aan de grondwet. Voorzitter, de afgelopen zomer zagen we Nederland op haar best, omdat we eensgezind waren. En daar kunnen we ook in deze zaal nog veel van leren. Juist omdat we hier zo overtuigd zijn van onze eigen ideeën, vergeten we soms om goed naar elkaar te luisteren, om respect te hebben voor de ander. En een ideeënstrijd die mag en die moet er zijn. Daarvoor zijn we ook verkozen. Ik zal zelf de idealen van D66 hier elke dag laten horen. Maar ook in een ideeënstrijd kunnen we elkaar af en toe de hand reiken en samenwerken. Zodat mensen in het land zien dat we met hun dromen en hun toekomst bezig zijn in plaats van alleen maar met elkaar. Dus laten we die houding weer terugbrengen in dit parlement. Niet met geruzie en gehakketak, maar door respectvol met elkaar om te gaan. Kritisch, maar altijd op de inhoud. Niet door mensen naar de mond te praten, maar door eerlijk te zijn en dilemma's te bespreken. Door goed te luisteren. Niet naar de hardste schreeuwer, maar juist ook naar de mensen met een zachte stem. En dat is waar u D66 op mag afrekenen, redelijk en genuanceerd. En als het om echte oplossingen voor de ambities van morgen gaat, zullen we ook niet schromen om creatief en vooruitstrevend te zijn. Want als de Olympische Spelen ons iets leren, dan is dat wie over 4 jaar goud wil winnen, vandaag al aan de slag moet. Voorzitter, er is dus geen tijd te verliezen. Laten we snel beginnen. Dank u wel. Heel goed. Dank u wel.